Zoek de kist. Vind kamer 13. Tom? Hoe weet ze jouw naam? Anna! Liv? Dit alles kost me geen cent. Daarvoor mag je mijn slordige moeder bedanken. Morgen exact om 14:05 bij mij op het kantoor. Ik hoop dat jullie dan een verklaring hebben, anders... Bye bye, Hotel 13. Bye bye, Hotel 13. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Zoek de kist. Vind kamer 13. Jij moet heel snel naar huis. Jij moet heel snel naar huis. Oh. Oh. Aanvallen! Oh. Nee. Oh. Nee, niet doen, Flo. Nee, vrede. Vrede. Nee. Wat is dit, Tom? Geef terug. Flo, het is niks. Lieve Tom. Nee. Kom op. Tom, Flo. Ben je verliefd? Flo, geef Tom is verliefd. Flo, geef Tom hier, sukkel. Mevrouw Hennings, hoe komt het dat u mijn naam kent? Kent u deze kaart? Weet u wie deze kaart geschreven heeft? Is er... Weet u iets over kamer 13? Weet u of hij bestaat? Nou, Flo. Ja, het spijt me dat ik je een sukkel heb genoemd. Ja, ik dacht er niet over na. Ja, jongens. 3, 2, 1. Exact 12:08. Ochtendinstructies. Vandaag komt Serena van Lipstein. Tom, Anna. Een van jullie pakt vandaag, hopelijk zonder gedoe, zijn of haar koffer. Dus jij vertrekt, of jij. Ja, doe nou. Of jij gaat, en jij. Dat hangt ervan af wat mevrouw van Lipstein te zeggen heeft. Exact om 14:05 in mijn kantoor. Ach, en op tijd zijn graag. Ik kwam hier elke zomer met opa en oma, al vanaf dat ik zo klein was. Bedoel je niet zo klein? Als je zo klein was geweest, had je vast niet meer geweten. Tenzij je het geheugen van een babyolifant had. Dan moet je wel een enorm hoofd hebben. Ik had zo'n hoofd als baby enorm. Je moet mijn babyfoto's eens zien. Nou ja, dat moet natuurlijk niet. Dat van je opa en oma, dat spijt me echt. Liv, dat waren echt de beste zomers van mijn leven. Hé, hey, kom eens hier. Als ik nu weg moet, is het alsof ik mijn opa en oma gewoon in de steek laat. Jij wordt niet naar huis gestuurd. En hé, hey, als ze dat wel doen, dan steek ik mijn hoofd in het zand tot je weer terug bent. Jij gaat hier niet weg. Beloof ik. Als ik win, dan blijf je. 3, 4, 5. Yes!
Ah, uw bestelling. Ah. Hey. Zo, ik ga naar het strand. Tot straks. Mevrouw Zondag? Ja? Er is een probleempje met uw creditcard. Kunt u uw rekening contant betalen? Wat? Ik heb een uitstekende creditcard. Hij wordt niet geaccepteerd. Ik heb het echt geprobeerd. Dan probeer het nog eens. Of kijk eens goed naar dat kaartenpinapparaat. Of weet je wat? Maak hem eens gewoon schoon. Hij moet het zeker doen. Maar natuurlijk, nu meteen. Oh ja, schrijf maar meteen wat voor je af voor mijn fantastische kamermeisje. Anna. Oh ja, en... Tom? Tom mag ook een fooi krijgen. Dag. Kamer 13. Hij is er dus toch. En? En? Ja, en? Ah, mevrouw van Lipstein. Het is echt een grote eer u te mogen begroeten. Ik heb alleen niet heel erg veel tijd vandaag. Is Richard in zijn kantoor? En? Wat zeggen ze nou? Dat jij je mond moet houden. Oh, st, stil. Goed. De aanklacht hebben we gehoord. Tom Kepler, Anna Jung, Jack, ga zitten. Wat hebben jullie ter verdediging in te brengen? We konden er echt niks aan doen. De auto was er gewoon ineens. Oh, dat is niet waar. Jullie hebben het expres gedaan. Orde, orde. En dat is nog lang niet alles. Zij daar heeft ijsblokjes voor mijn Peruaanse bronwater in een smerige emmer gestopt. Afgrijzelijk. Ijsblokjes in een smerige emmer, terwijl ik bijna uitgedroogd was. Mijn emmers zijn niet smerig. Oh, jawel. En ik ben allergisch voor vuiligheid. Spijt me, Victoria. Orde, orde in de rechtszaal. En buiten ook. Excuses, meneer Leopold. Tom, Anna, jullie opdracht was Victoria op haar wenken te bedienen. Het enige dat ze van jullie heeft gekregen is allergie. Precies. Ik ben bang dat er maar één oordeel mogelijk is. Dat klopt. Ik had er zo op gehoopt dat mijn dochter groot en volwassen genoeg was om een eigen mening over de stand van zaken in het hotel te vormen. Helaas moet ik vaststellen dat ik me wederom in mijn dochter vergist heb. Jij hebt je echt veel te verwend opgesteld, Victoria. Mensen gecommandeerd, voortdurend met geld gesmeten. Ik ben niet boos. Ik ben zeer teleurgesteld in je. Wederom. Dat zou mij eigenlijk niet meer moeten verbazen. Ik moet jullie bedanken. Door jullie heb ik ingezien dat mijn dochter nog een lange weg te gaan heeft. En daarom wil ik dat jij de rest van de zomer gaat werken. Hier, in dit hotel. Ik moet voor mijn geld aan het werk? Dat klopt, dat moeten alle anderen ook. Als ik daar misschien iets over mag zeggen, mevrouw. Ik weet niet of we nog een vakantiekracht kunnen gebruiken. Precies, er zijn hier al genoeg vakantieslaafjes. En als bedankje stuur ik deze zomer 3 keer zoveel gasten naar uw hotel. Ja. Maar natuurlijk is er nog wel een plaats te vinden voor uw oogappeltje, mevrouw van Lipstein. Hey Sam, kun je misschien een verse appelmandarijnensap voor me maken? Is er wat? Waar blijft meneer Leopold nou? Waarschijnlijk regelt hij eerst alles met Victoria. Nu ze hier moet blijven. Blijft Victoria hier? Ja, de hele zomer. Als vakantiekracht. Wat? Echt waar? Hier, bij ons? Dat is echt geweldig! Nou ja, ik bedoel, jullie moeten natuurlijk ook blijven. Ik heb eindelijk een coole kamergenoot. Dank je. En tof dat je niet meer boos op me bent. Ah. Oké. Goed. Als iemand hier een sukkel is, dan ben ik het. En zeker niet Flo. Zeg dat je een ezel bent. Ik ben een ezel. Ah.
Tom, alles goed? Goed dan. Het oordeel is geveld. Na lang en zeer intensief beraad heeft het gerecht besloten... Ja? Het is een nachtmerrie. Lopen. Dit meen je niet. Hallo. Ik smeek u, nee. Kom maar mee. Nee, alsjeblieft. Huh? Ik hoor hier gewoon niet. Ja, maar Toria. Ja. Waar was ik gebleven? Ja, het gerecht heeft na erg lang een intensief beraad besloten... dat als er hard genoeg gewerkt wordt... Wat is er nu weer? Deze jonge dame kan haar verblijf niet meer betalen. De creditcard van haar moeder is geblokkeerd. Creditcard van je moeder? Ja, ik heb blijkbaar de verkeerde pas meegenomen. Klein probleem? Goed. Of eigenlijk niet goed. Maar twee mogelijkheden. Of je moeder betaalt, en heel snel. En optie twee? Of je blijft net zo lang in dit mooie hotel werken tot alle kosten gedekt zijn. Ik mag blijven. Ik mag blijven! Oh mijn god, dank u! Anna, ik mag blijven! Oh ja, en jullie? Geen idee nog. Dus, er is besloten... Dat mogen blijven. Jij en jij. Ja. Yes. Maar dit is mijn weg. Iedereen mag blijven. Een rondje voor allemaal. Oh ja, en waarvan dan? Ach, hou, ik werk er nu toch voor. Eén grote arbeidsliberaat voor iedereen. Ja, natuurlijk. Voor mij ook. Anna, het spijt me. Wil je mevrouw Hennings naar haar kamer brengen? Wie wil Missie? Oh. Ikke! Oh, ja. Dat dacht ik niet. Huh? Ik ben allergisch voor die oude muziek. Dat is dan jammer voor jou. Ik vind die muziek te gek. Gewoon in de steek laat. Jij wordt niet naar huis gestuurd. En hey, als ze dat wel doen, dan steek ik mijn hoofd in het zand tot je weer terug bent. Jij gaat hier niet weg. Beloof ik. Als ik win, dan blijf je. 3, 4, 5. Yes! Nieuwe bestelling. Ah. Hey. Zo, ik ga naar het strand. Tot straks. Mevrouw Zondag? Ja? Er is een probleempje met uw creditcard. Kunt u uw rekening contant betalen? Wat? Ik heb een uitstekende creditcard. Hij wordt niet geaccepteerd. Ik heb het echt geprobeerd. Dan probeer het nog eens. Of kijk eens goed naar dat kaartenpinapparaat. Of weet je wat? Maak hem eens gewoon schoon. Hij moet het zeker doen. Maar natuurlijk. Nu meteen. Oh ja, schrijf maar meteen wat voor je af voor mijn fantastische kamermeisje. Anna. Oh ja, en Tom? Tom mag ook een fooi krijgen. Dag! Kamer 13. Hij is er dus toch. En? En? Ja, en? Ah, mevrouw van Lipstein. Het is echt een grote eer u te mogen begroeten. Ik heb alleen niet heel erg veel tijd vandaag. Is Richard in zijn kantoor? En? Wat zeggen ze nou?
dat zij je mond moet houden. Oh, stil. Goed. De aanklacht hebben we gehoord. Tom Kepler, Anna Jung, Jack, ga zitten. Wat hebben jullie ter verdediging in te brengen? We konden er echt niks aan doen. De auto was er gewoon ineens. Oh, dat is niet waar. Jullie hebben het expres gedaan. Orde, orde. En dat is nog lang niet alles. Zij daar heeft ijsblokjes voor mijn Peruaanse bronwater in een smerige emmer gestopt. Afgrijzelijk. Ijsblokjes in een smerige emmer. Terwijl ik bijna uitgedroogd was. Mijn emmers zijn niet smerig. Kent u deze kaart? Weet u wie deze kaart geschreven heeft? Is er een... Weet u iets over kamer 13? Weet u of hij bestaat? Kamer 13 bestaat. Kom op nou, Flo. Ja, het spijt me dat ik je een sukkel heb genoemd. Ja, ik dacht er niet over na. Ja, jongens. 3, 2, 1. Exact 12:08. Ochtendinstructies. Vandaag komt Serena van Lipstein. Tom, Anna, een van jullie pakt vandaag hopelijk zonder gedoe zijn of haar koffer. Dus jij vertrekt, of jij. Ja, doe nou. Of jij gaat, en jij. Dat hangt er vanaf wat mevrouw van Lipstein te zeggen heeft. Exact om 14:05 in mijn kantoor. Ach, en op tijd zijn graag. Ik kwam hier elke zomer met opa en oma, al vanaf dat ik zo klein was. Bedoel je niet zo klein? Als je zo klein was geweest, had je vast niet meer geweten. Tenzij je het geheugen van een babyolifant had. Dan moet je wel een enorm hoofd hebben. Ik had zo'n hoofd als baby enorm. Je mocht mijn babyfoto's eens zien. Nou ja, dat moet natuurlijk niet. Dat van je opa en oma, dat spijt me echt. Liv, dat waren echt de beste zomers van mijn leven. Hé, hey, kom eens hier. Als ik nu weg moet, is het alsof ik mijn opa en oma... Zoek de kist. Vind kamer 13. Tom? Hoe weet ze jouw naam? Anna! Liv? Dit alles kost me geen cent. Daarvoor mag je mijn slordige moeder bedanken. Morgen exact om 14:05 bij mij op het kantoor. Ik hoop dat jullie dan een verklaring hebben, anders... Bye bye, Hotel 13. Bye bye, Hotel 13. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Zoek de kist. Vind kamer 13. Jij moet heel snel naar huis. Jij moet heel snel naar huis. Aanvallen! Nee, niet doen, Flo. Nee, vrede. Wat is dit, Tom? Geef terug. Flo, het is niks. Lieve Tom. Kom op. Tom, ben je verliefd? Flo, geef Tom is verliefd. Tom, geef hier, sukkel.
Mevrouw Hennings, hoe komt het dat u mijn naam kent? Erg. En ik ben allergisch voor vuiligheid. Spijt me, Victoria. Orde, orde in de rechtszaal. En buiten ook. Excuses, meneer Leopold. Tom, Anna. Jullie opdracht was Victoria op haar wenken te bedienen. Het enige dat ze van jullie heeft gekregen is allergie. Precies. Ik ben bang dat er maar één oordeel mogelijk is. Dat klopt. Ik had er zo op gehoopt dat mijn dochter groot en volwassen genoeg was om een eigen mening over de stand van zaken in het hotel te vormen. Helaas moet ik vaststellen dat ik me wederom in mijn dochter vergist heb. Jij hebt je echt veel te verwend opgesteld, Victoria. Mensen gecommandeerd, voortdurend met geld gesmeten. Ik ben niet boos. Ik ben zeer teleurgesteld in je. Wederom. Dat zou me eigenlijk niet meer moeten verbazen. Ik moet jullie bedanken. Door jullie heb ik ingezien dat mijn dochter nog een lange weg te gaan heeft. En daarom wil ik dat jij de rest van de zomer gaat werken. Hier, in dit hotel. Ik moet voor mijn geld aan het werk? Dat klopt, dat moeten alle anderen ook. Als ik daar misschien iets over mag zeggen, mevrouw. Ik weet niet of we nog een vakantiekracht kunnen gebruiken. Precies. Er zijn hier al genoeg vakantieslaafjes. En als bedankje stuur ik deze zomer 3 keer zoveel gasten naar uw hotel. Ja. Maar natuurlijk is er nog wel een plaats te vinden voor uw oogappeltje, mevrouw von Lipstein. Hey Sam, kun je misschien een verse appelmandarijnensap voor me maken? Is er wat? Waar blijft meneer Leopold nou? Waarschijnlijk regelt hij eerst alles met Victoria. Nu ze hier moet blijven. Blijft Victoria hier? Ja, de hele zomer. Als vakantiekracht. Wat? Echt waar? Hier, bij ons? Dat is echt geweldig! Nou ja, ik bedoel, jullie moeten natuurlijk ook blijven. Ik heb eindelijk een coole kamergenoot. Dank je. En tof dat je niet meer boos op me bent. Ah. Oké. Goed. Als iemand hier een sukkel is, dan ben ik het. En zeker niet Flo. Zeg dat je een ezel bent. Ik ben een ezel. Tom, alles goed? Goed dan. Het oordeel is geveld. Na lang en zeer intensief beraad heeft het gerecht besloten. Dochter? Ja. Het is een nachtmerrie. Lopen. Dit meen je niet. Hallo. Ik smeek u, nee. Kom maar mee. Nee, alsjeblieft. Huh? Ik hoor hier gewoon niet. Ja, maar Victoria. Oh. Ja. Nee. Waar was ik gebleven? Ja, het gerecht heeft na erg lang een intensief beraad besloten dat als er hard genoeg gewerkt wordt. Wat is er nu weer? Deze jonge dame kan haar verblijf niet meer betalen. De creditcard van haar moeder is geblokkeerd. Creditcard van je moeder? Ja, ik heb blijkbaar de verkeerde pas meegenomen. Klein probleem? Goed. Of eigenlijk niet goed. Maar 2 mogelijkheden. Of je moeder betaalt, en heel snel. En optie 2? Of je blijft net zo lang in dit mooie hotel werken tot alle kosten gedekt zijn. Ik mag blijven.